Woorden van trainer Joran Pot waren duidelijk. We moeten gelijk scherp zijn tegen Excelsior. Dan kunnen we het onszelf makkelijk maken. Scherp zijn ze niet achterin bij de Kralingers. Het gaat mis en dan krijgt Kalma de kans om na 3 minuten al de 1-0 te maken. Potthoff gezien. De fout wordt vooral gemaakt door Kathleen Hendricks. Assist van Dont. En dubbele cijfers nu dit seizoen voor Fenna Kalma, haar 10e treffer. 20 minuutjes onderweg als het 2-0 wordt. Renate Jansen, tweede assist van Dont. En nu kan je toch wel wat verwijtend kijken naar Lieke de Wit. De nummer 18 van Excelsior laat het zo gebeuren. Sprint totaal niet mee. Renate Jansen doet het wel. En bekroon die loopactie met een tweede Twentse treffer. Het is, en dat is niet gek natuurlijk, éénrichtingsverkeer op Sportcampus Diekman. Prima redding dit van Isa Potthoff. Maakt er een corner van. Na het schot van Kaylee van Doren. En die kopbal wordt in tweede instantie nog tot doelpunt gepromoveerd. Caitlin Dijkstra ziet haar eerste inzet nog op de lijn eigenlijk gekeerd worden door Naomi Piqué. Maar de rebound is wel een prooi voor de verdedigster van Twente. 3-0 halverwege. Geen schijn van kans voor Excelsior. En in de tweede helft wordt het 4-0 door Van Doren. Het aangeven is van Daniek van Ginkel. En zo pikt ook zij haar doelpunt mee. En dan gaat het ineens rap als Excelsior weer de mist in gaat in de opbouw. En dan is Twente zeer effectief. Het wordt de tweede van Renate Jansen. Kalma nu de aangeefster. Vorig jaar werd het 7-1 tussen Twente en Excelsior. Uur op de klok nu, 5-0. Het gaat weer hard die kant op richting grote, grote cijfers. Wat is dat toch een fenomenaal duo bij Twente. Renate Jansen en Fenna Kalma. Vrije trap Twente. En daar staat ze weer. Kalma. 6-0. Ze maakte er ook eentje voor Oranje tegen Costa Rica. Een van de 10 internationals die afgelopen weken uit werden gevlogen. Nu dus weer allemaal terug bij Twente. Ze maken gehakt van Excelsior. Dit gebeurt een minuutje later. Lekker balletje. Potthoff weet daar nog in te grijpen. Maar dan is Kalma daar weer. En we geven hem maar aan de spits van Twente. Al doet Kleine er nog alles aan. Die bal weg te glijden van de lijn. Zonder succes. Pennemor slaagt er dus niet in te scoren. Ja, Kalma slaagt er altijd in te scoren. 7e treffer alweer van de middag. En er wordt nog wel even gevoetbald. Hier is Pennemors andermaal. Weer niet raak. En dan uiteindelijk wel. Eerder dit jaar versloeg Twente al Heerenveen met 9-0. En dat is ook de eindstand vandaag. De 4e van Kalma. Net als vorig jaar tegen Excelsior. Ook toen een kwartet treffers. En dat gebeurt dus vandaag weer. Een riante zegen van de Twente vrouwen. Nog altijd foutloos dus. Het elftal van Joran Pot. En voor Excelsior willen weinig eer te behalen vandaag. Een makkelijke test voor Twente op weg naar de topper volgende week tegen Ajax. 9-0.